Goedemorgen Bangkok. Hoi, welkom in Bangkok, in Thailand. Ik ben hier 5 dagen en ik neem jullie vandaag mee om te laten zien wat ik eet als ik een dag in Thailand ben. Ik begin mijn dag met een stukje rennen en dan een paar yoga poses aan het zwembad, hier in ons fantastische hotel. Daarna ga ik de hele dag de stad in met Leonie. We gaan op zoek naar streetfood, dus ik wil verse kokosnoot, kokoswater. We gaan sowieso heel veel eten. We gaan in een tuk-tuk, denk ik, een tempel bekijken. Dat schijn je ook te moeten doen hier, I don't know. Ja, en cocktails drinken. Rooftopbars. Kijk je mee? Scones, heerlijk. Eet smakelijk. Lekker. Leo eet friet als een buik. Ik ga voor dragon fruit. Wil je deze? Vet lekker. Goed eruit. Wat ben je allemaal aan het doen, Leo? Ik moet me omkleden, want ik heb te weinig kleren aan voor de tempel. Zo, het is ook altijd hetzelfde, hè? Oh, 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 oh. We gaan in een tuk-tuk. Wat dus heel leuk is aan een tuk-tuk is dat je lekker in de frisse lucht zit. Namelijk de uitlaatgassen van alle auto's om je heen. In Thailand neem je natuurlijk ook een voetmassage of een pedicure. Nee, ik ben ook ondergekomen. Waar ben je? Dit is dus rauwe papaya, dus het is niet zoet zeg maar als de vrucht, maar harder, dus echt als sla eigenlijk. Mega lekker. Proost! Ik heb een hangover tea. En het mooiste uitzicht dat ik ooit heb gezien over Bangkok. Tot zover mijn dag in Bangkok. What I eat in a day nummertje 3. Als je hem leuk vond,
laat weer even weten. Duimpje omhoog. Als je tips hebt of suggesties wat ik in Australië moet eten, waar ik mijn volgende video weer opneem, reageer dan weer hieronder. Ook als je general tips hebt, maakt allemaal niet uit. Ik hoor het heel graag. En ik zie je volgende week donderdag. Doei!